Het nieuwe jaar 2024 is begonnen met een frisse duik in de Langspier. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Jullie gaan er ook in? Nee. Waarom niet? Veel te koud. Nee, niet te koud, maar ik heb mijn zwembroek niet aan. Dan moet ik skinny dippen. Nou en? Dat gaan we niet doen. Oké. Je kent hem wel. Het is nummer 2023. En we gaan spelen. Ja, ik ga er ook in. Ja, natuurlijk elk jaar. Hè. Dus het is gewoon gezellig. En hoe lang doe je dat? Ik denk minimaal 10 jaar. 10 jaar al? Ja, zeker ja. Ja. Ga je ook het water in? Ja. En ben je nou lekker aan het warm dansen? Ja. Vind je het een beetje spannend? Ja. Goed zo. En springen! Weet je ongeveer hoeveel inschrijvingen er zijn? Nou, er zijn er alles bij elkaar ongeveer 220. Hoeveel nog? 120, ja. En dus in de jaren stijgende lijn? Ja, zeker. Vorig jaar waren er 140, 150 ongeveer. En nu 220, dus ik ga prima. En weet je toevallig de temperatuur van het water? 7 graden. 7 graden, dus een beetje de buitentemperatuur. De buitentemperatuur is ongeveer hetzelfde nu, ja. Ja, dus prima. Nelly, ben je klaar voor? Want jullie hebben druk hier met de Edsel. De Edsel, ja, er staan allemaal te wachten weer, dus we gaan weer verder. Bedankt. Ja, we hebben het vaker gedaan. Wij doen het wel meer. Wij doen het in Hofmethode. Best koud eigenlijk, alleen het was op zich wel een beetje leuk. Volgend jaar weer? Ja, denk het wel. Hartstikke goed gedaan, meid. Dank je. Ja, het is best fris, maar wel te doen nog. Jawel, dus de buitentemperatuur valt enigszins mee. Ja, alleen de wind maakt een beetje koud. En wat voel je nou als je het water ingaat, behalve dat nat is? Gruwelijk koud, ja. Maar het is een mooie start van het nieuwe jaar. We hadden het met de familie gedaan, dus onze moeder had ons uitgenodigd. Ik zei, nou, dan gaan we het met z'n allen maar proberen. Hartstikke leuk. En hartstikke leuk. Super mooi opgezet. En veel mensen, veel enthousiasten. Ja, het is heel druk. Ja. En koude voeten. Gauw aankleden. Ja, dat gaan we zeker doen. Dat heb jij goed gedaan? Ja, want ik ben 3 keer geweest. 3 keer? Dat ben je niet. Ja, mijn papa en mama zijn 2 keer geweest, maar. En wat dacht jij? Ik ga er overheen. Ja. Goed gedaan, jongen. Volgend jaar weer? Ja. Dat weet ik eigenlijk ook niet, maar iets met champagne of zo. Bubbels. Bubbels? Geen warm met chocomel. Nee. Nou ja. Als ik hier zat van drinkt, dan warm het ook wel op. Zo is dat. Ja. Hey, veel plezier jongens. Dank u wel. Heel lekker. En u komt uit Boksel? Waar dan? Uit Nuenen. Uit Nuenen helemaal? Ik ben vorig jaar, ik wilde altijd de nieuwjaarsduik een keer doen. Dus ik heb de rest aangestookt en ik dacht ik doe het eenmalig. Maar nou waren ze zo enthousiast, dus we moesten dit jaar weer. Stoere binken, hè? Ja. Je zegt het. Ja, vind jij van niet dan? Nee, vind ik van niet. Ik ben niet echt een hele stoere bink. Nee. Nee? En wanneer vind jij jezelf een stoere bink? Nou, als ik het elke dag zou doen. Elke dag? Niet 1 keer per jaar, maar elke dag zou het eigenlijk. Letje zou ik zeggen. Hè? Wat letje? Ja, ik weet het niet. Ja, een mooi vijvertje om de hoek. Ja, maar het was niet echt koud. Nou, viel mee. Oh, ja. Nou, volgend jaar weer. Zeker volgend jaar weer. Misschien morgen, maar misschien morgen ook. Oké, okay. Prima. Ja, dankjewel. Plezier. Dankjewel, fijne dag.